ze in het stemhokje staan? Nou, ik wil er niet heel veel vannacht op achteruit gaan, want daarvoor werken we ook. Ik stem al jaren PvdA en dat blijf ik stemmen. Of het nou echt specifiek voor mijn portemonnee iets oplevert, dat maakt me niet uit. Ik ga ervan uit dat we, als we allemaal een beetje kunnen delen daarin, dat we veel meer rijker worden. En rijker in geluk, denk ik. Maar het is ook wel belangrijk dat ik er in ieder geval niet op achteruit ga. Het gaat niet alleen om mijn portemonnee, maar het gaat eigenlijk ook om eigenlijk hoe we er met z'n allen een stuk op vooruit kunnen gaan. Ik ben natuurlijk al een beetje ouder, dus dan moet je met iets minder doen. Het is wel belangrijk dat je dus er iets op vooruit gaat natuurlijk. Mark, is het voor jou een belangrijk thema? Ik stem natuurlijk in het landsbelang, Vivienne. Okay. Maar ik vraag me altijd 1% naar rechts of naar links. Is dat echt, heeft dat echt zulke grote gevolgen? Nou ja, hoe meer je verdient, hoe groter dat procent natuurlijk is. Hè? Dus wat dat betreft wel. Oh ja, dat weet ik al wat ik moet stemmen. Het zijn zoveel cijfertjes, weet je wel. Overal zie je percentages voorbij komen, precies zoals Mark zegt. Waar moet je nou echt het meest op letten? Is dat juist kostenverlaging of lastenverlichting? Nou, uiteindelijk heeft het CPB het allemaal doorberekend en komt het dus allemaal terug in dat ene getal van hoeveel ga je erop uit, op vooruit of achteruit, ja, in je koopkracht? Hoeveel kun jij zelf meer gaan uitgeven in het komende jaar? Nou, en dan zie je dat de wat grotere partijen, daar maakt het eigenlijk niet zo heel veel voor uit. Per inkomensgroep. Ja. Maar als je naar de wat kleinere partijen kijkt, daar zitten toch wel hele grote verschillen nog tussen. Dus als we gaan kijken naar een huishouden met een modaal inkomen en je vindt dit thema ontzettend belangrijk, wat is dan een goede partij om op te stemmen? Ja, als het je niet uitmaakt of je op een grote of een kleine partij stemt, dan het meest ga je er dan op vooruit bij de vrijzinnige partij. En dat kan je wel zo'n €2000 bruto voor een heel huishouden schelen. Je gaat er het minst op vooruit dan in dat geval bij DENK. Bij DENK. Oké, dus bij iedere partij kan je gewoon uitzoeken hoe het voor jou met jouw inkomen geregeld is. Ja, als je even googelt, dan kun je dat vinden op internet. En dan kun je zelf kijken van wat verdien jij per huishouden. Dus jijzelf en je partner, als je die hebt. Ja. En dan welke partij is voor jou het gunstig. Precies. Nou, ondernemers hebben natuurlijk straks ook wat te kiezen. We vroegen aan Hans de Boer van VNO-NCW waar ondernemers op moeten letten. Een ondernemer adviseren, dat gaat nog wel. Maar een ondernemer is ook vaak een eigenwijs mens. Dus die maakt zijn eigen keuzes. Dus wat wij als VNO-NCW doen, is wij zeggen tegen onze leden, let op de investeringen, dat die goed aan de gang blijven. Let op het economisch klimaat, de lastenverlichting, de belastingen, dat soort zaken. En let op een open society, dus een goede samenleving, maar ook internationaal gericht. Dat zijn de punten. Ja, dus dan heb je best wel wat thema's waar je rekening mee kunt houden. Zo simpel als het voorheen was, als ondernemer stem je op de VVD. Dat gaat niet meer op? Nee, dat gaat niet meer op. Ondernemers zijn niet meer hetzelfde als dat ze waren. Je hebt natuurlijk 1 miljoen ZZP'ers op dit moment. En bijvoorbeeld binnen de ZZP'ers heb je ook weer grote verschillen. Mensen die op bijstandsniveau verdienen. Mensen die grote ondernemingen met miljoenen omzet draaien in hun eentje. En dan kan je niet meer zeggen dat alleen de VVD daar goed voor is. Het is wel zo dat de VVD natuurlijk er voor ondernemers is, maar niet voor alle ondernemers. Nee, en met die ZZP'ers is inderdaad een grote groep bijgekomen. Mark, jij hebt met jouw werk bij Quote, denk ik, met veel ondernemers te maken. Merk je dat zij ermee bezig zijn bij deze verkiezingen? Nou ja, het is ook een beetje wat Hans de Boer zegt. Ondernemers zijn heel, heel eigenwijs. En politiek interesseert ze in zoverre steeds minder. Ze willen gewoon goede klanten hebben, ze willen hun klanten bedienen. Dus ja, ze stemmen over het algemeen natuurlijk eerder rechts, een beetje liberaal dan links. Maar over politiek praten ze niet zoveel. Ze praten meer over hun bedrijf. Ja, maar ze kijken wel naar deze cijfers. Ze kijken wel naar deze cijfers. En volgens mij is de VVD wat dat betreft voor ondernemers nog steeds de beste partij. En volgens mij komt uit de peilingen ook dat 33% van de ondernemers VVD zijn. Nog altijd de grootste partij. Kijk aan, maar we moeten natuurlijk straks een coalitie gaan vormen. Of tenminste, die kans is natuurlijk aanzienlijk. En wat blijft er dan over van al deze plannen en deze positieve percentages? Ja, we zitten inderdaad in Nederland altijd met die coalitie. Dus daar zal altijd wat op beknibbeld worden. En hoeveel dat percentage uiteindelijk zal uitvallen, is eigenlijk niet te voorspellen. Hè. Dat was heel lastig. Maar ik denk, als jij met je portemonnee graag wilt stemmen, dan zou ik toch op de wat rechtsere partijen gaan stemmen. En dan dus eigenlijk volgens je ideologie, kijk naar de thema's die je zelf belangrijk vindt. Hoeveel geld gaat er bijvoorbeeld naar zorg of veiligheid? Neem dat ook mee. Ja, en kijk daarnaar. In